Dr. Bart Roek doet al jaren onderzoek naar diabetes type 1 en met goede resultaten. Maar wie is de man achter dit onderzoek eigenlijk? Wat motiveert hem? Waarom is hij de man die diabetes gaat genezen? En waar is hij momenteel mee bezig? Wij gingen bij hem langs. Hallo, ik ben Bart Roek. Okay, als u moet kiezen, zou u dan diabetes zelf willen genezen over 5 jaar? Of vindt u het dan ook goed dat iemand het volgend jaar al kan genezen? Wat anders? Daar ben ik heel eerlijk in. Hoe eerder, hoe beter, wie dan ook. Dat maakt niet uit. Maakt er niet uit. En ik weet ook al dat ze het niet zouden kunnen doen zonder de kennis die wij hebben verzameld. Dus iedereen deelt mee in het genieten ervan. Dus nee, hoe voelt eerder het wel belangrijk genoeg. Oh nee, dat is. Ja, ze zouden het ook kunnen zien. Nee, maar we hebben natuurlijk wel het geluk gehad dat we echt bepaalde, echt essentiële dingen hebben ontdekt. Die de basis zijn voor eigenlijk alle therapieën die nu worden gedaan. Ja. Dus al is het iemand anders die scoort, dan heb je een voorzet gegeven. Wat motiveert u nou om diabetes te genezen? Waar komt het vandaan? Ja, dat klinkt een beetje slijmerig, maar dat is mensen zoals jullie. Hè? Echt. En de professor die mij ooit heeft geschoffeerd toen ik geneeskunde studeerde. Ja. Ik vroeg na 1,5 uur college, hij had gezegd hoe je diabetes moest behandelen. Maar ik vroeg hoe ontstaat dat? Toen zei ik, nou jongens, horen jullie dat, hè, dames en heren? Die man, die wil ik laten zien dat het een slimme vraag is. Er zit wel een beetje wraak in. Ja. Maar echt mensen beter maken is wel iets wat... Je moet je voorstellen dat mensen hebben gehoord dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En dat blijkt toch niet zo te zijn. Hoe mooi kan het zijn? Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar doe ik het voor. Ja. Roep vertelt verder dat hij zich in zijn studententijd niet kon voorstellen dat de geneeskunde zich slechts beperkte tot symptoombestrijding. En dus wilde hij laten zien dat het anders kon. Wij legden hem de volgende stelling voor. Zou je liever diabetes voorkomen of genezen? Ik wil het natuurlijk niet voorkomen. En voorkomen is waarschijnlijk makkelijker dan genezen. Dus als we het kunnen genezen, kunnen we het zeker voorkomen. Maar, kunt u dat uitleggen? Nou, elk mens kan het afweersysteem weer in het gareel krijgen. Nou, je weet, type 1 diabetes is een vergissing van je afweer. Ja. Maar bij de meeste mensen wordt die fout gecorrigeerd. Nou, dat proces kunnen we makkelijk een handje helpen. Behalve als je al diabetes hebt, ja, dan moet je het 2 of 3 handjes helpen. Dan heb je ook al te weinig insuline. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Kunt u uitleggen waarom diabetes zo'n ingewikkelde ziekte is? Want het klinkt heel makkelijk. Je maakt geen insuline en je spuit erbij. Ja, weet je, de insuline is alleen maar iets waar je de gevolgen van de ziekte mee kunt behandelen. Niet de oorzaak. De oorzaak is veel ingewikkelder. Dat is een afweerprobleem. Ja. Ik ben immunoloog, een afweerdeskundige. Ik probeer te begrijpen wat daar mis is gegaan. Dat is heel moeilijk. Want eigenlijk is het lichaam ontzettend knap in het leren wat het wel moet doen en wat het niet moet doen. Want je hebt alleen diabetes, ja, geen MS, geen lepra of reuma. Dus het is één subtiel verschil. En de echte kunst, ik zou denk ik heel veel meer mensen met diabetes kunnen behandelen door het afweersysteem helemaal plat te kunnen leggen. Genezen, durf ik nu al te zeggen. Ja. Maar daarmee leg je alles plat, dus ook al het goede. En de kunst is dus om iets zo te doen dat je alleen de angel eruit haalt en dan bij verder rustig door laat vliegen. Nou, dat is dus het meest ingewikkelde. Onlangs is er groot in het nieuws geweest dat er een vaccin ontwikkeld is tegen diabetes. Wat draagt dat bij? Nou, dat is nog maar de vraag wat het bijdraagt. We hebben laten zien dat je door vaccinaties kunt zorgen dat het afweersysteem weer een beetje in het gareel komt. En dat is heel erg belangrijk, want de meeste ontstekingsziektes, diabetes is een ontstekingsziekte, die behandel je door het afweersysteem te onderdrukken. Dat wil ik niet. Ik wil jouw afweersysteem niet onderdrukken. Nee. Je hebt het veel te hard nodig tegen alles om je heen. Dus dat wil ik niet. Maar het afweersysteem kun je ook opvoeden. Dat heet vaccinatie. Ja. En je kunt bijvoorbeeld als iemand kanker heeft, vaccins maken waardoor het afweersysteem tegen die kanker reageert. En bij diabetes kan je een vaccin maken waardoor je afweersysteem niet meer tegen je eindjes reageert. En het vaccin wat je net hebt gelezen, dat gaat daarover. Okay. Maar voor mij, moet ik erbij zeggen, is het maar een hele kleine stap hoor. Ik ben blij dat het veilig is, maar ik denk dat er veel makkelijkere en betere manieren zijn dan deze. Een van die betere methoden is de celtherapie waar Roep zich mee bezighoudt. Hierbij behandelt hij de lichaamseigen afweercellen met vitamine D en plaatst deze terug in het lichaam. De afweerreactie wordt zo geremd. Wanneer we de ziekte kunnen genezen valt nog niet te zeggen. Mogelijk is dit pas in de verre toekomst.
Toch vroegen we Roep naar zijn visie over die toekomst. En hoe ziet zo'n toekomst zonder diabetes er dan uit? Nou, die vraag wil ik aan jou stellen, want ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik zal mijn kinderen bijvoorbeeld vaker zien en mijn vrouw en mijn vakantiehuis. Maar ik vraag me af wat voor of sommige mensen überhaupt nog wel een normaal leven kunnen leiden. Maar ik merk ook dat je bent niet alleen zelf ziek, je hele gezin en omgeving heeft ermee te maken. En ja. Wat ik vaak hoor op scholen is dat als een meester of juf vraagt hoe gaat het met je, bedoelen ze met je suiker in plaats van met je rekenen. Ik zou het al heel interessant vinden hoe het moet zijn voor een patiënt om echt oprechte interesse in de persoon in plaats van de ziekte die er ook achter zit te worden. Dus ik ben heel nieuwsgierig, maar jij moet me vertellen hoe het is. Ja. Dan moet je beloven dat je dat doet. Dat is goed. Dat is het enige wat ik terug hoef. En denkt u dat iedereen te genezen is in de toekomst? Ik was een enorme pessimist. Ik ben nou een enorme optimist geworden. Vorige week was ik in Engeland, in Oxford, om te horen dat 72% van de mensen die al meer dan 30 jaar diabetes hebben, nog insuline maken. Een totaal ander verhaal wat ik hoorde op toen ik geneeskunde studeerde. Ja. Totaal ander verhaal. Dat is zo rigoureus. Dat eerst dacht ik van, nou ja, als 10% van de mensen nog insuline kan maken, dan is dat al een heel mooi succes. Ja. Maar als je weet dat zoveel mensen het zo lang nog maken, dat zou dus kunnen betekenen dat het veel meer is dan een glas half vol of een kwart vol. Dus ik laat ik zo zeggen, elke keer krijg ik verrassingen en elke keer gaat ze de goede kant op. Eén ding wat je ook nog heel goed moet leren is, wat is genezing? Is het dat je niet meer hoeft te spuiten? Of is het dat je nooit meer complicaties krijgt, dat je geen hypo's meer krijgt, dat je alleen maar bij hoeft te spuiten? Ik zou persoonlijk al genezing vinden als je zegt, jongens, het wordt in ieder geval niet erger, je gaat meer insuline maken enzovoort. Dus het begrip genezing, dat is ook wel iets waar nogal wat verschillende opvattingen over zijn. En wat gaat u doen als het eenmaal genezen is? Nou, daar ga ik eerst heel erg van genieten. En dan ga ik, ik kan me eigenlijk niet, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen. Net zoals heel veel mensen met diabetes ook niet kunnen voorstellen, hè, wat ze dan gaan doen. Alleen maar allerlei visioenen hebben. Maar ik ga bijvoorbeeld vakantie nemen. Ik heb al 8 jaar geen vakantie gehad. Ik heb wel eens vrij en ik reis heel veel. Mm-hmm. Maar echt vakantie, dat is voor mij heel zeldzaam. Ik denk dat ik wel echt heel graag op vakantie ga. En wat ik dan doe, is naar een eilandje. Zoals je weet, ben ik gek op eilandjes. Ik heb al heel veel speciale gezien. Fiji, Tahiti, Hawaii. Ik ga eilandjes ontdekken.